Ja, welkom man. Ja, man. Welkom boys. Thanks dat jullie er wilden komen. Ja, sowieso. Shout-out. Ja man. Papa's praat, we zijn weer begonnen. Dus ik begin altijd met de voorstelrondje. Stel jezelf even voor. Ik ben Marlon. Ja? Ik ben 25 jaar. Ik kom uit Rotterdam, gewoon hier in Spangen. Spangen? Ja, hier ben ik opgegroeid. Ik woonde zelf eerst in Portugal, ben ik geboren, maar ik ben gewoon naar hier gekomen. Hoe lang woon je al hier? Kijk, 18 jaar. Maar ben je dan ook Portugees? Of ben ja, je... zeker man. Ja? Ja, man. Geen kabel, ik moet gewoon echt tegen jou zeggen Portugees. Toch wel kabel, maar toch wel. Er zit ook een beetje Portugees bloed in. Cool, sterk. Ja, sterk. Ja, ik ben Shibi man, 30. Opgegroeid in Spangen, geboren, getogen. Kijk, word er nog steeds. Ja, lekker man. Ja, man. Spangen TV was het vroeger. Ja, heb ik je steeds gezien. Heb je nog steeds Spangen TV? Ik weet niet, maar klinkt wel aantrekkelijk. Oké. Okay. We kunnen iets regelen. MT man, 30 jaar geboren, getogen in Spangen. Nu wel een beetje uit de buurt. Maar we komen elke dag terug. Ja, lekker man. Ja, hey, flex dat jullie er zijn. We gaan het gesprek even aan over de dingen die er voornamelijk nu gebeuren. Veel ook op straat. Maar ik begin toch altijd met één vraag. En denk er even over na, maar wat betekent vaderschap voor jullie? Zo, goeie vraag. Goeie vraag. Voor Stevie is het een moeilijke vraag, of niet? Voor mij is, ja. Je bent beetvader. Ik ben zelf geen vader. Ja. Maar ik heb wel veel nichtjes en neefjes, kinderen om me heen. Ja. Ja, ja. Dat is ook een beetje als vader. Tuurlijk. Wat dat voor mij betekent is, ja, wat ik nu werk om me heen, dus mensen als ik kijk naar de vaders om mij heen, mm-hmm. is wel ander dan die generatie voorheen. Toch, de meeste van ons zijn niet opgegroeid met ons vader. Nee. En als ik om me heen kijk, zijn de boys die nu vader zijn wel echt met hun kinderen, man. Het is mooi om te zien, man. Dus ik ben wel eigenlijk trots op de boys, mijn maatjes, die vader zijn en die wel met hun kinderen zijn. Dat ze er nu... Dat ze wel nu gewoon laten zien van, nee. We gaan het even veranderen. Ja, we gaan het anders doen. Ja, toch? Want je weet wat je hoort. Niggers, kinderen, maar ze hebben om je kinderen, maar zorgen niet voor die kinderen. Ja, 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 ja. Ja, en ik, eerlijk gezegd, om mij heen zie ik dat niet, man. Al die boys die kinderen hebben, zorgen voor hun kinderen. Of ze nou samen zijn met die babymama of niet. Of niet. Yes. Maar ze zijn daar wel, dus dat is wel. Ja. Eigenlijk moeten we niet zo benoemen dat het goed is, want het moet normaal zijn. Maar ja, je weet wel vandaan komen. Dat je is weet het. Wat wij zelf hebben meegemaakt. Ja. Dus het is wel mooi om te zien, man. Delen we deze mening? Ja, zeker man. Ja, sowieso. Ja, zeker. En wat betekent nou vaderschap voor jullie? Ik ben zelf vader, dus... Ja. Van hoeveel? Van één man. Eén? Ja man. Meisje, jongen? Jongetje. Nou. Ja, dus ja. Ik ga met hem mee man. Ja? Ik begrijp wel wat hij bedoelt qua... Vroeger, niemand was met zijn vader opgegroeid ofzo. Ik ben zelf ook zonder vader opgegroeid, dus... Ik weet wel, ook wel hoe het is, dus... Ja. En wat is die verschil voor jou dan? Dus dan zeg je, je bent zelf zonder vader opgegroeid. Ja, toch. En nu heb je zelf een kleine. Ja, wat wil je anders doen? Behalve de zijn? Gewoon die aandacht, die liefde. Die moet je hem geven, toch? Anders gaat hij het op straat zoeken. Precies, je weet toch. Is dat ook iets wat je zelf gemist hebt? Ja, kijk, mijn moeder was altijd met mij. Hoe dan ook. Bij mij dus... ook, hè. Ik ben ook zonder vader opgegroeid. Maar mijn moeder gaf me echt, zeg maar, wel voor twee... Liefde. Ja. Dus ik gaf op vadersdag mijn ma ook een cadeau. Ja. Snap je? Okay. Maar het punt is wel, nu ik zelf een kleine heb, denk ik wel van, oh ja, wacht even. Mijn pa had dit en dit ook met mij kunnen doen in de plaats van mijn ma. Klopt. Want mijn ma gaat mij niet leren scheren. Ja. Snap je? Zij gaat mij niet zeggen van, oh zo en zo. Dus dat soort dingen, weet je toch? Dat is wel anders. Heb je dat ook? Of? Ja, tuurlijk. Er zijn misschien dingen die je nu ziet die je vroeger wel gemist hebt. Zoals... met je kind lekker gaan voetballen. Ja, ja, mijn ja. vader ging vroeger nooit met mij voetballen. Dus ja. als ik met mijn zoontje een balletje trap, dan zie ik wel dat heel veel dingen die ik vroeger niet zag. Ja man, mooi man. MT. Ja, voor mij sowieso vader, sowieso. Kind van 5. Vaderschap heeft echt, als ik het gelijk mag meedelen, heel veel veranderd. Je gaat dingen van een ander perspectief even bekijken. Je gaat dingen ook anders serieus nemen. En wat Marlon en Sibi hebben gezegd, die aandacht. Die aandacht wat je zeg maar geeft aan je kleine. Dat verwachten veel jongens natuurlijk ook van hun ouders. En ja, ik heb mijn vader wel gehad dan, daarentegen. Maar... Het is alleen maar mooi. Het was niet zeg maar, hoe ga ik het zeggen, geen negatief, niet negatief bedoeld. Maar hij was niet ook die, hij was niet die mannetje die met mij buiten ging voetballen. Nee. Maar als ik hem nodig had, was hij wel daar. Snap je? Dus daarentegen... Ja, ik heb wel een
ben er blij mee, laat me het zo zeggen. Ja. Ik hoor nu al, zeg maar, wat jij net zegt. Je zegt dan, je vader was er wel, maar sommige dingen niet. Maar het heeft jou als, jou en je vader al, zeg maar, je perspectief veel veranderd. Je bent dingen serieuzer gaan nemen. Ik hoor jullie twee het zeggen van, tegenwoordig is dat anders. Wat is het grote verschil tussen nu en vroeger, vinden jullie? Als we even kijken naar het opgroeien of met, bereik, zonder vader. Ik denk bereik. Ik denk als we vroeger social media hadden, dan had je ook sneller mensen om je heen. Klopt. Nu zeg maar, nu wordt het snel gezocht in social media. Vroeger had je dat niet. Vroeger moest je echt aanbellen om iemand. En als die niet thuis was, had je gewoon even geen matties. Om even zo te zeggen. Ja, qua zoeken. Nu die kleine jongens lopen elkaar te appen, ja, naar pleintje en zo. Vroeger ging je MT ophalen en zijn ma zegt, hij is buiten. Hij is buiten, rondje. En dan ga je rondje zoeken waar die is. Als hij niet op pleintje is, ja, waar is hij dan? Ga je ander pleintje zoeken. Je kan niks anders doen dan zoeken. Man, je zit in een groepsapp met 25 man. Ja. Je stuurt wie doet wat. Wie, ja, iemand doet sowieso niks. Ja. Dus je kan gewoon naar buiten. Ja, vroeger was het niet zo. Vroeger moest je gebouw om. Ja, die is thuis, die is niet thuis, die is wel thuis. Dat is verandering, man. Is dus ik denk sowieso dat speelt wel een belangrijke rol, man. En jullie komen met z'n drie uit Spangen? Ja, toch. Dus jullie delen deze ervaring? Hè, met, we gaan naar buiten, we moeten echt mensen zoeken. Ja. Maar social media is ook een groot bereik. Tuurlijk. Nou heeft Spangen wat dat betreft altijd wel een naam gehad. Ja. Toch? Ja. Het heeft altijd een naam met een randje gehad, zeg ik het maar zo. Een dik randje. Positief. Ja. Nee, ja, zeg maar. Weet je wat het is? Vaak hebben we wel, zeg maar, omdat we van de buurt komen, zien wij dingen anders. Ja. Wij beleven het vanuit binnenuit. Dus wij zien heel veel mooie dingen. Ja. Vanuit Spangen, vanuit West. Maar mensen die er niet vandaan komen, die zien het heel anders. Kijk, wij halen heel veel geluk uit. Het omdraaien van een karretje, schoonmaken en we kunnen dat gebruiken als grill om te barbecuen. Ja. Terwijl andere mensen kijken en die denken zo, hallo. Kan je geen barbecue kopen. Ja. Of wij zien dat niet. Wij zien het als leuk, toch? Dus dat is hetzelfde met dat pleintjesgevoel. Alleen, social media hadden wij niet. Nee. Wat is TMF chatbox, man. Zou dat TMF chatbox? TMF chatbox. Ja, maar daar moest je ook voor naar huis. Ja. Je moest daarvoor naar huis. Dat was onze social media. Dat is het verschil. Dat je nu iets kent. Je kon geen foto posten terwijl ik aan het eten was. Nee. Nee, man. Je kon niet foto maken. Alleen. En dan moest je helemaal naar Oslo. Nee. Moest je naar Oslo, heb je. Nu mensen eten sushi, heel dag foto's, paap, dit, dat. Dat is ook een ding, hè. Hele tijd foto's maken van... Mr. Crab. Ja, bovenaan je door dit eten, dat. Dat was gewoon Oslo, man, bro. Ja. Ja, klopt. Ja, man. Nee, is gek. Ik zeg eerlijk, het is, die social media heeft twee kanten, man. Ik zie het ook niet als negatief, hè. Nee, ik heb daar ook laatst over gehad. En het heeft een positieve kant, maar het heeft ook echt wel een negatieve kant, man. Maar die negatieve zie je denk ik het meest. Ja. Oké, leg mij dat even uit. Want negatief zie ik ook veel. Kijk, tegenwoordig alles, hoe jij je voelt, je gooit gelijk op social media. Ja. Kijk. Eerst hadden wij dat niet. Hè? Hoe jij je voelt is hoe jij je voelt. Dus nu alles wat op social media komt, kan ik delen. Mm. En jij gaat ermee instemmen. Jij voelt je ook zo. Dus blijkbaar heb ik gelijk. Ja. Terwijl het hoeft niet altijd daarop gebaseerd te worden, je weet toch? Ja, maar wat is dan, want je hebt natuurlijk ook een kleine. Maar wat is dan die invloed van social media? Wat jij positief en negatief, wat toch? Kijk, weet je wat positief is? Kijk, een klein kind kan op die telefoon bijvoorbeeld, kan hij een spelletje gaan spelen. Maar je hebt verschillende spelletjes, toch? Mm-hmm. De een heeft een race spelletje, de ander heeft een motorspelletje. Mm-hmm. Maar je hebt ook schietspelletjes. En wat doen kleine kinderen, denk je? Die vinden schietspelletjes leuk, want die gaan bijvoorbeeld naar een Bristol of zo. Naar een winkel, die kopen een pistooltje om iets te spelen. Dat is het eerste wat ze dan zien. Maar dat komt ook allemaal door social media. Ja. Want op YouTube heb je van die filmpjes. Kan je filmpjes, GTA kijken, op YouTube dat, voor ja. kind. Dat werkt niet, snap je? Ja. Terwijl dat wordt niet zo te zeggen. Wat wil je zeggen? Wat ik wil zeggen is, bijvoorbeeld wat ik jou zeg. Nu zie iedereen sushi eten, je ziet ze wokrap eten, die tories, allemaal dure dingen. Terwijl, broer, sommige mensen hebben die doeken daar niet voor. Maar ze willen ook naar die izakaya, ze willen ook naar Aqua Asia en zo, snap je? Dan gaan ze er rare dingen voor doen, omdat, ja. Mijn ma zei gewoon cornet beef, broer. Zo, wat? Ja, man. En die was nog boem in Spang, zeg maar. Pindakaas en chocopasta, dan kan je die snicker. Dan was je boem gelukkig. Ja. Ik ga iets eerlijk zeggen wel. Social media heeft mij ook
voor mezelf dan wakker geschud. Hoe ga ik het zeggen? Je ziet ook wat echt is. Ja. Want je hebt 9 van de 10 mensen die je zelf kent, die wat posten. Terwijl je weet van, broer, hè, die vlog is niet voor jou. Ja. Ja, wat ik bedoel? Ja. Maar hoe, zeg dus dan ga je ook die echtheid van een mens zien, zeg maar. Maar ik snap hem, want wij zijn zeg maar net die leeftijd al gepasseerd. We hebben het meegemaakt, dus wij kunnen het onderscheiden van... Klopt. Oké, dit weet ik dat echt is, maar ik weet dat dit nep is. Ja. Maar hoe ga je de toekomst van nu... Dat wijsmaken. Dat wijsmaken dan. Kijk. Want wat hun zien is voor hun echt. Echt, ja. Echt, ja. Hoe gaan we... Hoe zouden jullie dat doen? Ik zeg je eerlijk, maar ik ben echt wel van die... Hij moet zijn hoofd stoten, man. Ja, ik ben ze moeten soms hun hoofd even stoten om te zien wat echt... Soms, weet je, hun hebben het ook makkelijker dan hoe wij het hadden. Dat zeg ik gewoon... Met wat hebben ze het makkelijker? Kijk, social media, je bereikt gewoon alles. Is gewoon, als ik een voorbeeld neem, wij moesten naar de winkel. Hun drukken gewoon enter en die Tori komt ossen. Nee. Oké. Dat is makkelijk. Oké, in die vorm ben ik het met je eens. Maar ook met het bereik van iets zien. Maar denk je niet, ik denk persoonlijk, maar dat ben ik, hè. Ik denk persoonlijk dat de jeugd het nu veel zwaarder heeft dan ons. Waarom? Door die social media. Ja, nee, ze hebben het zwaarder met het geloof van wat is echt, wat is nep. Maar om die niveau van social media te halen, hebben ze het zwaarder. Ja. Nee, maar niet eens het halen van social media. Maar jij en ik weten, als ik op een basisschool zat en ik had ruzie met jou, wij hadden beef, wij zouden gaan vechten. Ik en jij vechten en het is klaar, we gaan naar Ossa, het is klaar. Nu wordt er gevochten, wordt gefilmd, wordt op internet gezet. Als jij hebt verloren, ben jij... Fact. Ja, maar voor een hele lange poos, want die ding blijft jou volgen. Ja, dus ik bedoel, de druk van de jeugd nu vind ik persoonlijk veel zwaarder. Ik zie zich snel nooit gedwongen. Ja, en ik zie ook veel jongeren raken echt depressief omdat ze het social media geloven. Ja. En dan hebben ze zoiets van, zo, ik heb dit niet. Want ja, dan niet. Ze raken dus. Als je kijkt naar onze tijd, Mattie. Kennen wij influencer van onze tijd? Ja, dat bestond niet. Maar die woord kwam Die woord is ook verzonnen, random. Influencer. Nu heb je een boy, hij krijgt om mijn doekoe om mij deze Oreo te verkopen. Hij vindt ze misschien zelf niet eens lekker. Ja. Maar in elke vlog, Oreo. Hij krijgt doekoe. Ja. Doekoe is... kijk, dit is ook... Mensen zijn ook doekoe belangrijk gaan vinden, weet je? En daar gaan heel veel mensen de mist in. Ik zeg eerlijk, ik ben ook iemand die zegt... Doekoe is echt belangrijk, maar tot en met. Ik zie een ketting hoor. Ja. Hij is zware chest. Gemaakt op basisschool. Nee, luister, kijk. Het is wat je belangrijk vindt en wat je met geld kan doen. Doekoe is nodig, vriend. Het is sowieso nodig. Ik zeg ook, hè. Mensen zeggen ook, geld maakt niet gelukkig. Als je geen doekoe hebt. Mensen zeggen, geld maakt niet gelukkig. 50 cent. Ja, 50 cent nodig. Iemand zei, ik weet niet eens wie het meer was, maar die zei ooit, als je zegt dat geld je niet gelukkig maakt, dan shop je bij de verkeerde winkels. Snap je? Dus mensen vinden... Ja, mensen vinden dat... Het maakt gelukkig. Mos, zonder geld krijg je gewoon niets op. Het maakt het leven makkelijker. Snap je? Ja. Gelukkig geld maakt mij echt gelukkig. En als je... Ja. Echt ziek. Egoïstische gedachten soms. Nou, hoeft maar niet. Vriend, maar waarom zeg ik dat? Maar het is jouw... Want ik heb mensen om me heen gezien zonder geld. En geloof mij, die mensen zijn echt niet gelukkig. Ja. Dus daarom zeg ik, geld maakt gelukkig. Ook als het een klein beetje. Ja. Ik heb niet gezegd dat je misschien moet doen heel rijk. Ja. Maar ik heb het gewoon over een klein beetje geld hebben dat je gewoon kan overleven. Dan ben ik gelukkig. Ja, toch? Ja, want nu zeg maar, ik wil even die overstap maken naar social media. We zien veel geld, maar we zien dus ook veel negatieve dingen. Ja. Wat tegenwoordig hier veel opspeelt. Bijvoorbeeld nu, ik weet niet of ik het een hype moet noemen. Je hebt drillrap. Ja. En dat heeft dan zo waar niet met geld te maken, maar veel meer met status. Ik ga jou laten zien dat ik real ben. Kijken jullie naar dat? Hadden wij dat vroeger ook? Of hoe kijken jullie naar dat? Nee, man. Wat is het? Ik word opgehyped, want drill komt eigenlijk niet eens van hier. True. Dat is nummer 1. Nummer 2. Toch? Nummer 2. Londen, Chicago. Chicago. Nummer 2. Van Chicago naar Australië gaan. Hoe gangster is een driller die woont in een koopwoning? Ja, dat weet ik niet. Nee, maar wat is drillen? Weet je, kijk, ik zeg ook, is ook ghetto. Wat is ghetto? Iedereen die ik om me heen ken, heeft gewoon een goede Libi. Ja. Tuurlijk. Goed. Ja, in principe wel goed. Waar wij wonen is geen ghetto. Is geen ghetto. Dat is niet de ghetto wat we op tv zien, bro. Ja. Snap je? Maar jij vergelijkt het dan met het buitenland. Tuurlijk. Maar dat is ghetto. Ja, oké. Zo ik zie een achterstandswijk. We zijn een achterstandswijk. Maar geen ghetto, bro. Zie je ze met mijn kabel. Dat is ghetto.
Dat, ja. We zijn in Frankrijk geweest. Daar mensen wonen in krotten, ja. dit ja. toch? Pellet is osso. Weet je, dat is ghetto. Maar kom mij niet zeggen, je hebt 5 euro in je zakje bij ghetto, want je outfit is ghetto. Ja. Wat is dat? Het is hoe je het bekijkt, man. Is hoe je het bekijkt en hoe serieus je zulke dingen neemt. Maar die boys nemen het wel heel serieus. Natuurlijk, ja, ja, kijk. Want anders zijn er geen steekpartijen, anders zijn er geen ruzies. Dat is gewoon, hoe noem je dat? Het is gewoon elkaar uitdagen, joh. Het is precies wat je zegt, het is gewoon status. Ja. Dus de ene doet even stoer, maar jij vindt, je hebt zo'n lange mes, je haalt hem even tevoorschijn, snap je? En als je hem tevoorschijn haalt, moet je hem ook gebruiken. Zo zien die jongens het, snap je? Ja. Dus dan moet je het ook gebruiken. En gebruik je het niet, dan word jij degene die wordt uitgelachen, dus... Je moet het gebruiken. Het is ook een beetje druk. Dat is gewoon die druk. Kijk, ik vind, het liefst wil ik, ik wil advies. En de advies die ik eigenlijk van jullie wil, gebaseerd op dat jullie oprecht... Jullie komen op... Nee, het klinkt raar, want die woorden wil ik eigenlijk niet gebruiken, maar... Jullie komen oprecht, jullie weten wat straatleven is. Ja. Je komt er oprecht vandaan, je hebt dingen meegemaakt, je hebt dingen gezien. Ja, toch. En daar hoeven we niet op in te gaan. Ik ben al super dankbaar dat jullie hier willen zitten. Maar hoe gaan we... Wat voor advies gaan we de jeugd geven dan? Als ik eentje mag geven? Om dit te stoppen. Want we hebben zoveel zinloos geweld gezien. Vastzitten. Ja. Vastzitten is dom. Is tijdverstilling. Je gaat alleen achteruit. Je gaat niet vooruit. Ja. Dus mensen die... Ik zeg altijd, domme criminelen worden gepakt. Dus als je vast komt te zitten, ben je dom. Want dan heb je iets gedaan. En niet gewoon genoeg. Was je niet goed genoeg. Ja, je bent een domme crimineel. Dus boys die vastzitten stoer vinden, dan moet je even goed gaan nadenken. Als jij in en uit gaat, dan moet je een andere beroep gaan zoeken. Want is crimineel voor jou zijn niks. Dan is dat niks, klopt. Want als je elke keer wordt gepakt met inbreken, dan ben je geen goede inbreker. Dan ben je geen goede inbreker, nee. Wat anders. Kijk, ik zeg het zeg maar als... neem die energie die je stopt in, om zeg maar te kijken wat straatleven is, drillen en al die dingen. Zet dat om te kijken wat je niet wil zijn. Door ben ik dan. Ja. Ik zie mensen om me heen die dat zijn, die dit zijn. Als je die energie kan omzetten van dat wil ik niet zijn. Ik denk dat je daar heb je gewoon een betere uitkomst. Ja. En ja, je moet ook kijken, loont het? Loont het, ja. Voor wat doe je het? Ik zeg altijd... Voor wat wil je 9 tot 5 gangster zijn? Als jij heel de dag op straat chillt, je bent straatie mannetje. Ja. Maar je komt niet eens met een barkie elke dag Oslo. Ik heb beter gaan werken. Ja, dat kan je. Ja, dat is waar. Sowieso. Dat is waar. Ik ga niemand categoriseren of in een hokje plaatsen. Maar ik zeg net, oké, jullie hebben het meegemaakt. Wat heeft jullie doen bedenken of... doen denken van, oké, Nushman, ik moet mijn Libi gaan veranderen. Ik moet anders gaan leven. Ik moet iets anders gaan doen. Wat heeft dat voor jullie? Wat was de omslag bij jullie? Er zijn sowieso dingen die je wel... blijf doen, maar op de achtergrond. Snap je? Niet zeg maar openbaarlijk zoals het nu wordt gedaan. Ja, dus er zijn misschien dingen die je doet, maar die ga je niet meer als hoe die jongens het nu doen aan iedereen laten zien. Dus, en het is denk ik ook geen hoofdzaak. Nee. Want kijk, je zegt nu iets, maar je hebt dan een kleine, toch? Ja. Wat voor invloed heeft dat? Met de straat in de klein en jouw kleine? Veel, man. Veel. Weet je waarom, broer? Je gaat... Kijk, als ik nu iets gek zou moeten doen, dan ga ik nadenken, snap je? Ga ik denken, ik moet zorgen dat ik thuis kom. Ja. Voor mij is dat nu het belangrijkste. Al 5 jaar lang, ook mijn zoontje is 5 jaar. Dus voor mij is dat belangrijk dat ik thuis kom. Ja, dat hij me ziet. En je weet toch? En voor de rest, broer, ga ik je zeggen, broer. Er zijn sowieso wel dingen die je blijft doen. Ja. Maar en met ga je nog roekeloos blijven? Met wat heeft dat te maken? Ik ken ook boys, hè. Ik ken genoeg boys. Ik denk, ik hoef niet eens zijn naam te noemen, maar iedereen kent hem. Hij heeft genoeg dingen waar hij vol kan leven. Iets moois, eigen pand en zo. Hmm. Maar iets triggert hem om altijd weer toch iets te doen. Ja. Waar komt dat vandaan? Of wat is dat? Je bent toch opgegroeid. Zo ken je niet anders, man. Ja, het is, je bent ik toch denk, het is je ook bent je omgeving, man. Ja, je bent in die omgeving opgegroeid. Verliefd, bro. Ja. Als jij, dus, kijk, weet, niet. Weet je wat mensen ook is, broer? Verliefd op vrouwen. Sommigen niet. Sommigen worden verliefd. Ja, ik hoop wel dat je op vrouwen verliefd wordt. Maar ja, maar... Nee, die was daar. Nee, maar sommige mensen hebben gewoon... Is wat je welke prioriteit is dat voor jezelf? Als jij bijvoorbeeld gewend bent om een barkje per dag te pakken, dan ga jij niet kijken naar hoe je 2 barkjes gaat pakken. Je bent tevreden met een barkje.
Zo zijn mensen. En, als jij, en je hebt ook mensen die natuurlijk wel gaan denken van, hé, hoe kan ik die twee barken plakken vandaag? Ja. Dan word je verliefd. Ja, toch? Ja. Dan word je verliefd op die lifestyle. En ja, je moet het maintainen, toch? Wat is wat ja. Om terug te komen op die vraag van waarom, wat ik denk, ja. Is je bent en blijft in dezelfde omgeving. Dus als je weer iets snel kan verdienen, ga je niet zeggen, ik ben eruit. Ja. Al ben je eruit. Je hebt nog steeds wel die contacten. Je kent nog steeds wel. Het is misschien één telefoontje en je hebt wat lekkers op je borst. Snap je? Ja, klopt. Dus het is makkelijk om weer naartoe te grijpen. Dus ik denk dat de voornaamste reden is waarom je altijd wel erin misschien zou blijven. Of je moet je echt sterk weg uit de buurt gaan. Mm-hmm. Is dat dan de enige? En als we het dan hebben over de volgende generatie bij jullie kinderen, bij jou, je peetkinderen, of uiteindelijk waarschijnlijk wordt je vader. En is dat dan de enige oplossing dat jullie nu mij geven van, als ik niet wil voor mijn kinderen om te gaan doen wat ik nu doe of gedaan heb, is dat weg uit de buurt of zijn er nog andere oplossingen? Wat zijn dan de andere oplossingen? Het is gewoon veel praten ook maar. Veel ervaringen delen. Kijk, als bijvoorbeeld, als ik het tegen iemand zeg, weet je toch? En Marlon zegt ook tegen dezelfde persoon. MT zegt tegen de persoon. Jij zegt tegen diezelfde persoon. Dan gaat hij nadenken. Ja. Snap je? Hoe meer mensen tegen iemand praten, hoe hij gaat inzien van, hé, het is niet Larry Koek wat die boy zegt. Ja. Ja, het is omdat het hem zo is verlopen, denk ik dat het bij iedereen zo loopt. Maar ja, als Marlon ook aan mij uitlegt van, zo. MT legt hem uit, je legt hem uit. Broer, het is, nu met jeugd moet je gewoon veel praten, voorlichting geven. Communicatie is belangrijk. En dat is om terug te komen bij wat je zei, bij het begin, dat deden de vaders van vroeger niet. Nee. Communiceren, man. Ja. En dat is nu wel. Dat is wel een keypunt. Zo. Nu kan je zelf praten via WhatsApp. Snap je wat ik bedoel? Dat is waar. Je kan hem een memo sturen van 20 minuten, bro. Hij komt echt wel door. Snap je wat ik bedoel? Ja, toch. Had je dat niet. Ik ga deze vasthouden, want jij zei net voorlichting geven, toch? Maar jij, je geeft voorlichtingen nu. Ja, klopt. Leg even uit. Wat ik doe is, ik heb nu op 3 scholen gedaan. Ja. Zijn social workers, tenminste in opleiding. Ja. En ik praat een beetje over mijn leven, hoe het bij mij is gelopen. En wat ik ben nu docent. Ja. Dus, mag je vertellen waar je docent bent? Ik ben Alberta, man. Alberta College, oké. Okay. Ja. Sterren, ja man. Ik probeer ze gewoon te laten zien van, kijk, wij zijn opgegroeid in Spang, achterstandswijk. Je hoort al snel als jij Spangen komt, ja, uitschot, weet je toch? Mm-hmm. Je staat al 10-0 achter als jij Spangen komt. Ja. Bij een, maar dat wil ik, weet je toch, ik laat ze zien van, maakt niet uit waar je vandaan komt of wat je hebt meegemaakt in je leven. Als je een doel wil bereiken, dan moet je er hard voor werken, maar je komt er wel. Ja. Niks komt je aanwaaien. Als je op de 10 personen is er misschien één die alles komt aanwaaien. Mijn papa, een rijk vader. Maar 9 van de mensen die dingen bereikt is hard werken. Ja, zeker man. En ja, en wat ik zo. Ik praat met hen ook over social media. Van wat je ziet is niet wat het is. Ik laat ze dan, bijvoorbeeld, ik heb een plaatje van een appel. Ja. Hij is gewoon een hele mooie appel. Hij glimt. Vraag je aan die jongens, wat is dit? Nee, maar in de spiegel, die spiegelbeeld van die appel, zie je dat die gebeten is. Dat die verrot is. Dan vraag ik, oké, maar wat zie jij in dit plaatje? Ja. Ja, een appel. Ik zeg, maar wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Je ziet je toch jezelf. Maar waarom is die appel nice, maar hij ziet zichzelf opgegeten in de spiegel? Ja. Dat is door social media. Je bent de meeste, dan geef ik die Chimay bijvoorbeeld als voorbeeld. Er zijn heel veel mooie vrouwen. Maar wat gaan ze doen? Omdat die ene dan haar lip opspuit, gaan ze ook lip opspuiten. Ze is niet tevreden met de asser, ze gaat haar asser opblazen. Of ze gaan portapotti spelen. Ze gaan allemaal dingen doen die ze op social media zien. En waardoor ze hunzelf niet zo van, ze vinden hunzelf lelijk. Boys, broer, waarom dragen we die baggas van Louis Vuitton? Omdat die zijn lauw. Waarom wil je de lauwe waggie? Omdat je wil dat iedereen zegt, hey, Shibi rijdt lauwe waggie, man. Ja, toch? Snap je? Niemand wil lauwe waggie rijden omdat hij zegt, deze waggie vind ik echt oprecht lauw. En ja, klopt. Klopt, zeker. Snap je, waggie heeft, dus hij moet je van A naar B brengen. Maar wij willen lauwe waggie, waarom? Want, ik wil lauwe waggie rijden. Ik wil ook digital thuis, ik wil ook dit, ik wil ook dat, snap je? Maar dat komt wel door social media. En dat probeer ik ze wel bij te brengen. Vooral hun, ze gaan met ze komen met verschillende mensen in aanraking. Ze komen met criminelen in aanraking, ze komen met mensen met schulden. Ze komen met mensen met. Dus ik probeer ze daar al klaar te stomen. Kijk, en je gaat
niet iedereen meekrijgt, geen verhaal. Maar wat ik heb meegericht van die workshops is dat in het begin luisteren ze. Maar hoe verder je in die gesprek gaat, hoe interessanter ze het vinden. Hoe meer vragen ze gaan stellen. En ja. Je ziet wel, ja. De een, ik heb ook een filmpje van, gaan ze racen voor 100 euro. Ze gaan racen voor 100 euro. Maar voordat ze gaan racen, worden allemaal stellingen gesteld. Dus maar gewoon stellingen waar jij eigenlijk als persoon niks kan doen. Wie de ouders betaalt. Wacht even. Dat is die met die hele experiment. Ja, ik heb die gezien, man. Ja, die is gruwelijk. Gruwelijk. En dan zie je dat er heel veel mensen in het leven al een voorsprong hebben. Zonder dat ze alleen zijn geboren en ze hebben al voorsprong. Want papa betaalt bijvoorbeeld studie. Juist, dan leg ik het uit. Klopt. Mijn moeder betaalt mijn studie niet, vriend. Ja, dus ik moet zelf kijken hoe ik aan mijn boeken kan en hoe kan het. Ja, klopt. En dan ga je keuzes maken. Ga ik voor Rocco? Ga je iets anders doen? Ja, ga ik voor Rocco naast studeren of ga ik... Ik ga binnen, Mattie. Ja, klopt. Koos een andere pad. En wat wil je met deze voorlichtingen bereiken? Zoveel mogelijk laten zien aan studenten van... dat straat eigenlijk, het straatleven, is niet wat het lijkt. Ja. Snap je? Het is wat je, bijvoorbeeld ook wat je op social media ziet, die boys die stapel doekoe laten zien en zo, broer. 9 van 10 keer die stapel doekoe moeten ze de helft moeten ze nog inleveren. Snap je? Ja. Dus de helft is van jou, maar je laat heel die stapel zien. Maar dat gebeurt ook in clips, toch? Ja, maar het is ook, kijk, als je gaat kijken ook, bijvoorbeeld als we gaan kijken naar de grootste drugdealers. Op een gegeven moment worden ze allemaal doodgeshoot of zitten levenslang vast. Broer, klopt. En je hebt geen zekerheid. Je moet heel je leven omkijken. Je moet niet alleen letten op school toe. Je moet ook op mensen die jou willen pakken. Ja, moet je man. Letten, we hadden het pas geleden over. Ik had het met jongens hier in de wijk over. Iedereen kijkt Mokro Mafia, toch? Ja. Dan heb je Paus. Paus is nu de grootste daar geworden. Ja. Maar uiteindelijk moet je gewoon kijken naar hoe die man leeft. Die man leeft afgesloten in een bos. Ja. Ik zeg maar, hebben jullie dat stukje. Besef je dat stukje ook? En dat mensen dan pas denken wacht even. Dat, ik heb je leven onder Millies. Broer, laten we... Maar je zit afgesloten. Film, film. Laten we even naar Taghi gaan. Taghi is real life. Ja. Die man heeft zoveel doekoe, hij kan iedereen doekoe geven. Ja. Maar hij is gepakt in een hotelkamer. Afgezonderd. Ja, klopt man. Het enige wat hij kon doen is horen laten komen. Je kan niks doen. Dat is ook geen Libi. Nee, dat is geen leven. Nee, man. Dat uiteindelijk heb je bereikt wat je wil bereiken. Hetzelfde Jari. Ja. Je kan bellen. De hele dag bellen. Stoppie. Ja, klopt. Deze Jari kan ook bellen. Ik weet niet, man. Wat is Jari? Als je dingen op cel hebt, kan je ook bellen. Ik kan gewoon bellen de hele dag. Maar je wilt niet de hele dag bellen. Je wilt liefst gewoon vrij zijn. Je wilt gaan staan waar je wilt. Waar je wilt. Snap je? Dat is echt leuk, man. Dat is veel beter. Vrijheid. Vrij zijn is echt leuk. Is lekker. Lekker dan vrij zijn, man. Maar oké, vrij zijn is leuk. Tuurlijk. Wat morgen zijn jullie, bijvoorbeeld jullie zijn morgen weg en dan kom ik weer een groep jongeren tegen, want ik werk hier natuurlijk in de wijk. Ja. Die gaan met mij praten en dan ga ik tegen hen zeggen, check deze podcast. Mm-hmm. Check wat deze boys te zeggen hebben voor jullie als tips. Wat kunnen jullie, laten we beginnen bij de ouders. Welke tips heb je voor ouders, voor opvoeders, om soort van je kleine in de gaten te houden? Want er zijn ouders die oprecht zeggen toch... Ja, maar ik wist echt niet dat mijn kleine bezig was maar met dat, die dingen. Dat is altijd zo, man. Dat weet ik. Ik kan jou eerlijk zeggen. Kijk, dat snap ik. Maar geef even inside tips dan. Ja, het is geen tip. Als je thuis niet vormt, is die buiten sowieso anders. Nee, maar is er niks op wat ze kunnen letten? Nee. Bijvoorbeeld, kleine komt vaak laat thuis of dit, dat. Bro, ik ga je eerlijk zeggen. Degene die naar buiten gaat, buiten gebeurt wat buiten gebeurt. Dat is die mindset. Die ouder, tuurlijk, ik snap het. Je wil proberen. Probeer hem wel alvast vanaf huis aan te geven van... Dit is niet goed, dat is wel goed. Maar je kan hem niet zeggen van... Ga niet naar buiten, bijvoorbeeld. Ja. Ga niet naar buiten. Want degene die boy die straf geeft, hij gaat via die raam. Weet je wat ook niet werkt? Van ja, ga niet met die om. Dat werkt helemaal niet. Dat werkt niet, man. Want doordat ze dat zegt... Je weet toch, je gaat je afvragen. Je bent ook jong, dus je gaat het experimenteren. Als je jong bent, ga je dingen experimenteren. Ja. Dus je gaat sowieso doorgaan met wat je doet. En uiteindelijk ga niet met hem om, of met die om, of met die om. Heeft echt geen nut. Oké, en hoe zou jij het doen? Gewoon overleggen. Bijvoorbeeld met mijn zoontje. Als hij op die leeftijd komt, dan... Ik zal gewoon gesprekken met hem voeren van... Wat wil je later worden? Snap je? Ja. Dus wat wil je later worden? Dus niet van...
ja, jij moet niet naar de gevangenis of jij moet niet naar daar. Wat wil jij later worden? Dus en hoe ga je dat kijken? Even kijken wat hij... Ja. Je weet toch, als jonge dromen was vroeger, ja, ik wil voetballer worden, brandweerman, dokter, advocaat, je had zoveel. Ja. Maar ja, nu als je die jongeren dat vraagt, wat wil je worden? Wie gaat jou die antwoord geven? Want ze hebben nu alleen mensen. Ja. Vroeger had je wrokkels, nu heb je mensen. Klopt. Nu is het, ik wil tachy worden. Ja. Vroeger was het. Ja, dat is waar trouwens. Hè? Ja, zo, als vroeger had je echt beroepen en nu zeiden mensen. Mensen, bro. Influencer. Ze, inderdaad, nu wil ik Kim influencer, Kardashian. Ik wil dit worden. Ja, klopt, man. Terwijl ze begrijpen niet. Kim Kardashian is gewoon gemaakt. Gewoon. Ja, maar wat bedoel? Bijna gewoon. Nee, maar is ook, bro. Het is gewoon. Het is moeilijk. Dus hoe je het bekijkt, man, bro. Het is wat je meekrijgt van huis. Zeker moeilijk. Ja, maar kijk, wat je van huis. Ik, daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik zeg eerlijk, ik heb goede opvoeding gehad. Mm-hmm. Ja, maar wat is goede opvoeding? Ze was niet streng, ze was open, ze was, weet je toch? Maar wat ik op straat deed, denk je dat mijn moeder wist wat ik op straat deed? Nee, man. Tuurlijk niet, maar dat ben jij, bro. Nee, maar kon zij... Of was ik puppy? Ja, snap ik, maar kon zij niet... Dat snap ik wel, dat je dan... Dat snap ik. Maar kon zij niet ergens... Dat jij nu terugkijkt en zegt, luister, als jij dit en dat... In de gaten had gehouden van mij, dan had je geweten... Nee, maar dat broer, ik ergens mee bezig was. Nee, jij bent op dat voorbereid, toch? Jij weet dat er een grote kans is dat je ouders je pakken. Dus alles wat jij eigenlijk naar huis zou moeten meenemen, die laat je niet thuis komen, snap je? Die laat je gewoon daar. Je bent scherp, bro. En nu dan je met social media? Je bent scherper, hè? Ja, natuurlijk. Met social media is nog makkelijker, bro. Dat geloof ik. Je bericht een vriend van, hé broer, maar zou je de telefoon in de gaten houden van je zoontje? Zou je hem daar in tot een bepaalde leeftijd, denk ik, man. Ja, ja, dus je weet toch, ik denk dat als hij al... 16 is dat ik dat niet meer zou doen. Je hebt het ook niet meer in de hand, man. Ja, man. Maar ik denk dat ik dat niet meer zou doen. Jonger, ze blijven nu langer jong. Ze worden ook slimmer, hè, broer. Ja. Ze weten, jij gaat in die telefoon kijken. Ja, misschien hij heeft twee telefoons, jij weet niet eens. Nee, ik geloof wel in het feit dat we altijd achterlopen. Dus jij bent nu 25, de jongste aan tafel, denk ik. Ik denk dat jij precies de leeftijd bent waarvan ik zou zeggen, vanaf deze leeftijd lopen wij achter. Ja. De toekomst is de jeugd. De jeugd loopt altijd voor. Bro. Ja, altijd. Dat wel, ze hebben nieuwe apps, ze hebben nieuwe dit. Wij komen er altijd later achter. Dat geloof ik wel. Ik heb mijn nichtje van 8. Kun je alles verstoppen aan telefoon, zeg maar. Ja, ik zag die tori met rekenmachine. Zet je hele gekke tori. Mijn nichtje van 8 heeft me laten zien dat WhatsApp vingerafdruk heeft. Ken je die? Vingerafdruk, je hebt gezichtscan. Ja, je hebt zelfs gezichtscan voor WhatsApp. Vingerafdruk van? Bro, wat? Je kon niet in WhatsApp, bro. Je moet mijn vinger hebben, bro. Oh, gek. Dan moet je zijn vingers snijden. Ik wist ook niet. Hoe je die telefoon gaat. Ik wist ook niet. En ze zeggen, thuis. Oh, ja. Nee, dus je bent in die phone, maar je bent niet in die WhatsApp. Nee. Ja. Dus je kent nog steeds niks. Dubbele lock. Je bent lock. Ja, man. Die kinderen zijn 5, bro. Als je hem ziet swipen op die Fona. Kijk naar hem, ik denk van zo. Ze eigen snaps maken. Ja, man. Het is al zo ver, ze maken eigen snaps. Gek, gaat snel, hè. Kijk, ik ben wel, zeg maar, van, tenminste dat denk ik. Wij konden veel beter, denk ik, met grove motoriek omgaan vroeger dan de kids nu. Dat dacht ik. Want wij deden misschien blokjes bouwen, leden met auto's, dat doen hun niet. Nee. Hun zijn sneller met technische dingen, dat denk ik, hè. Ik koop een autootje voor mijn zoontje. Hij komt thuis, hij gooit hem daartoe. Ja. Hij pakt die telefoon. Hij wil telefoon. Ja, man. Snap je? Ja. Dus wat telefoon, heb je nu liever? Dan koop je liever een snelle Samsung voor hem waar hij spelletjes op kan spelen dan een auto. Want met die gaat hij niet spelen. Hij gaat daar niks mee doen. Ik zag laatst een meme, broer. Die meme, die zegt gewoon te veel. Je ziet die meid op die trap, dan zie je haar gewoon... Scoro, slaan ze al die dat die OnlyFans. Dat je voor pap ze pakt. Nee, maar wat hij is wel de waarheid, ja. Nee, maar het is een meme, bro. Maar als je die mindset checkt, maar dat bedoel ik met influencer. De meeste van die influencer hebben geen diploma, broer. Ja, maar. Dat is de grootste bananen die er zijn. Maar ze doen wel iets goeds, waardoor ze doeken verdienen. En uiteindelijk. Ze kunnen toch verkopen, hun bereik is groot. Nu, ik geef les. Ja. Broer, heel veel willen niet doorstuderen, hoor. Tuurlijk. Nee. Ze willen zo snel mogelijk gaan wrokken om doekoe te verdienen. Broer, ik zeg je eerlijk, tegenwoordig kan je diploma's kopen en zo. Dus waarom ga je naar school? Ja, dat is waar. Snap je, broer? Ja, ze maken het alleen maar moeilijker ook. Maar je kan een diploma kopen, je kan rijbewijs kopen. Niemand gaat meer... Daar ben ik het echt mee eens. Maar we hebben net corona achter de rug, toch? Ja, veel mensen met een ZZP'er.
Dat hun zijn, ja, maar hun zijn daarin, hebben ze het echt moeilijk gehad. Tuurlijk. En dan kom je wel aan op jouw skills. Wat kan je wel? Ja. Wat ga je nu bewijzen? Ja. Kijk, zeg maar, en dat wordt ook altijd gezegd. Die diploma is iets achter de hand. Vooral bij topsporters, toch? Wordt er gezegd van, ja, ga nou studeren, want je kan wel lekker voetballen. Of je kan lekker tennissen. Dat heb ik ook altijd maar als jij dadelijk geblesseerd raakt, ken je niks. Dan moet je iets gaan doen. En nu hebben wij dat, denk ik, met corona gezien als mens zijnde. Van ja, nu komt corona, om je mensen ZZP zijn kapot gegaan. Hoe je bent of zaken. En nu, wat ga je nu doen? Diploma. Nu heb je geen diploma. En nu, nu wat ga je nu doen? Diploma is toch een zekerheid, hè? Corona heeft veel mensen wachten. Maakt niet uit wat je hebt, maar een diploma is een zekerheid. Ja, man. Dat heb je? Ja, zeker. Kijk, internet en zo is leuk. Dat is wat ik denk. Ik denk, maar alles wat jij hier kan en wat je met deze twee handen kan, dat gaat niemand van je afpakken, man. Kan niet. Internet kan ik afsluiten. Ja. Ik sluit internet af, ik zeg voor jou is klaar. En nu ga je niks doen. Bijvoorbeeld... Maar die timmerman die zegt, ik bouw heel mijn huis. Ja. En dan? Jij kan googlen. Dat is met influencer. Maar je hebt geen internet nu. Nu, ik bouw een huis. Zeg maar zo. Maar goed. Laatste. Je wou nog te zeggen? Nee. Het is goed. Niet eens laatste. Ik wilde dus eigenlijk daarnet al checken van, joh, hadden we nog tips voor ouders? Maar jullie zeiden nee. Wat hebben we voor... Nou, jawel, ik had er wel... Ja, toch wel in gesprek gaan met die... In gesprek gaan met ouders. Niet in gesprek gaan van doe dit of doe dat niet. Maar wat Marlo goed zegt, wat wil je worden? Hoe ga je dat bereiken? Snap je? Een maar andere gewoon, benadering. Ja. Een positieve benadering. Er is mij nog nooit gevraagd wat ik wil worden. Nee, maar... Buiten school. Ja. Ga iedereen zeggen ook. Dat is wel belangrijk, man. Meestal die ouders zijn zelf die mensen die influencers zijn, hè? Wat bedoel je? Nee, maar bro. Wat? Die moeders en vaders, hun zijn juist op die Insta, bro. Snap je wat ik bedoel? Ja, van nu. Kennen, van deze tijd. Ja, die ouders van nu. Ik wou het zeggen, mijn ma kent echt geen Insta. Ik zeg, maar bro, maar... Tim ik heb het over gewoon... Ja maar was het Tim Fjet? Oké. Nee, maar... Nee. Kijk, weet je wat het is? Wat ik zeg, die ouders, nu van die kinderen, hun zijn juist online. Ja, kinderen krijgen kinderen nu. Dus nu, ja... Dat wil ik zeggen, je verschilt niet 7 jaar met je moeder. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Dus kortom... 7 is wel heavy, hè? Nee, maar grappig. Maar je weet wat ik bedoel. Ja. Kortom, ze zijn gewoon jong. Ja. Vroeger was gewoon 40 jaar, je moeder is 40. Mm. Ja. Nu kan je gewoon met je zoontje naar de club, Mattie. Ja, het is gek. Snap je? Ja, toch? En ja, wat ga je zeggen dan? Hey, je wordt geen influencer, terwijl je bent zelf influencer. Ja, je doet moeilijk. Het zelf, ja man. Het is gewoon wat je meekrijgt thuis, joh. Hou je kind gewoon kort. En probeer hem gewoon dingen te leren wat positief is. Dat is het. En veel communiceren, dus veel en kletsen. En het veel geloof mij, alles is eigen keuze, man. Dan soms zeggen ze, je gaat links, dan ga je al je matties brengen. Nee, man. Nee, dus keuze die je zelf maakt. Ik heb altijd gezegd, alles wat ik in mijn leven heb gedaan, dus alles wat ik in mijn leven heb gedaan, heb ik die keuze gemaakt om te doen. En ik ben er trots op. Er is geen enkele mattie die tegen mij, die mij kan beïnvloeden. Want uiteindelijk, hij kan tegen mij zeggen, kom, ga naar links. Maar als ik alsnog zelf naar rechts ga, ga ik naar rechts. Ja. Maar dat, zeg maar, ik ben het met je eens. Ik ben ook zo. Maar je hebt van die boys die zijn echt makkelijk mee te trekken. Ja. Ezels. Ja. Je hebt echt boys die zijn makkelijk mee te trekken. En wat hebben jullie tegen hun dan nu te zeggen? Ezels. Broer, denk, je hebt hersens gekregen. Denk zelf na. Ezels. Waarom zeg ik dat? Denk zelf na. Ik vind, als jij niet je eigen mannetje kan staan, dan ben je niet goed gemaakt. Je gaat het niet redden. Slap wel, hoor. Ja. Zijn die boys, zeg maar... Je hebt het niet gered, bro. Kortom, die boy gaat je naar links trekken, je gaat naar links. Ja, toch? Je bent die gangster die smokken omdat... Je vindt die smokken niet lauw, je hebt geen stress. Maar je wil smokken. Nee, maar serieus, bro. Dat is het. Maar als je stress hebt, mag je smokken? Nee, maar dat is toch die... Ik heb stress, ga je roken. Ja, toch, die boy is 2 weken stop. Nee, ik moet weer, ik heb stress. Ik heb stress. Je hebt gesmokken, je hebt nog steeds stress. Dames. Eindstand, je hebt gesmokken. Je hebt nog steeds stress. Je hebt meer stress, want je moet sigaret kopen. Bro, je hebt ik zeg eerlijk, ik ben blij dat ik nu 30 ben. Ja. Ik heb een kind van 5 en ik heb geen stress. Dan ben je gangster, geloof me. Dan ben je gangster. Nee, serieus. Ja. Want mensen kijken altijd naar gangster is alleen die nigger die met die gun die gaat. Nee, bro. Ga goed kijken wat gangster is. Ik vind sowieso dat je de grootste gangster bent zodra je opstaat, voor je kleine zorgt, voor je fam zorgt, vind vrouwtje, vind ik ook. Voor de mensen naast je, dan ben je voor mij gangster. En zo is het bij jou. Je geeft papa zo'n praatje, man. Maar ik vind het belangrijk, want kijk, weet je wat ik het grootste waarom we dit ook zijn begonnen? Het grootste en het allerergste vind ik altijd op het moment dat er wat gebeurt,
Dus denk aan de rellen of denk aan een steekpartij. Mm. Dan ineens willen ze wel vaders erbij betrekken. Ja. Dan willen ze gaan kijken van, ja, maar waar dan was gaat die iedereen vaders? Opstaan. En dan willen ze opstaan. En terwijl ik dacht bij mezelf, maar wacht even. Er zijn genoeg vaders waar je het in het begin aanhaalde, die er nu wel goed zijn. Ja. Hun zijn er wel voor hun kinderen. Hun doen wel hun best. Hun zijn er wel. Dus waarom geven hun geen podium? En laten we dat normaal gaan maken. Gewoon ja, dat is voor mij het belangrijkste. Dat denk ik ook, man. En voor al die boys die voordat ze vader zijn, kijk goed wat vader is. Allemaal. Ja, kijk, het is ook niet zo van, kijk, dat zeg ik wel. Je wordt altijd bang gemaakt van vader is dit, vader is dat. Mattie, je leven verandert niet 100%. Je moet gewoon jezelf blijven. Pampers worden is gewoon dezelfde prijs, bro. 25 euro blijft 25 euro, man. Hmm. 25 euro, want nu halen we gewoon batter elke weekend. Ja. Is gewoon een bankoe. Want iedereen denkt Hennessy, toch? Ja. Is gewoon twee bagas bij je kruisvat, Mattie. Ja, dan moet je gaan denken, ga je minder sopje of ga je meer pampers aan? Ja, één batra minder. Het is gewoon schakelen, het is gewoon net als alles in je leven. Dus sowieso voor iedereen die nog de dingen aan het doen is buiten, denk goed na met wie je als babymama wil. Dat is ook echt belangrijk, man. Dat is ook een echt belangrijk. Ja, man. Dat is hetzelfde als je matties, toch? Ja, man. Je moet echt goed kijken wie je matties willen, maar ook goed kijken met wie je kind wil, man. Kinderen krijgen kinderen. Ik ben wel blij. Ze denken die niet over na. Ja, ik ben wel blij. Mijn vrouwtje is gangster. Hype. Shout out naar mijn vrouwtje. Mijn vriendin is zwanger. Ja, zeker, man. Nee, want ik heb matties gehad die me hebben genakken, man. Snap je? Ware matties. Maar... Wil je namen noemen? Vrouwtje moet nog genakken. Ik ga geen namen noemen. Weet je dat ik wel blij ben? Iedereen aan tafel weet wie of wat. Nee. Shout out. Ja. Ja. Nee man, boys. Hey boys, willen jullie nog iets zeggen ten slotte? En anders ga ik jullie echt, vind ik echt, echt flex dat jullie er waren. Sowieso shout-out naar jullie, man. Ik denk dat we zeker een tweede deel moeten gaan maken. Ja, zeker, man. Even lekker in de avond, even ontspannen. Ja, man. En ik denk onbewust dat we echt veel tips, tenminste jullie, we veel tips meegegeven. Ook Marlon die net zegt van, je kan eigenlijk je kind niet in die zin managen. Je moet juist het gesprek aangaan. Ja. Dat zijn wel tips waarvan mensen gaan kijken en gaan denken van oké, wacht even. Dus het ligt niet, want er zijn ook heel veel ouders met schuldgevoel, toch? Van, ja, ik had moeten opletten, nee, het ligt aan mij. Want ik als een kind iets wil doen, doet hij het. Ja, doet toch? Het, ja. Of al heb je hem elke dag aan een ketting. Als hij één keer los is, dan is hij weg. Hij het toch, ja. Ja, dan is hij weg. Uit de window, uit de dit. Snap je? Maar die komt er wel, geloof me. Enige, die komt gewoon niet thuis. Wat ik kan meegeven. Incasseer hem wat hij. Dat is waar. Ja, wat ik kan meegeven aan de jongeren van nu, ja, is doe iets omdat jij het wilt doen. Ja, maar doe. En is dat crimineel worden? Zorg dat je de beste crimineel wordt. Dan word je de beste. Ja, zorg dat alles wat je doet, dat je de beste in bent. Mm-hmm. En dat je doet omdat jij oprecht het wilt. Ja, man, doe wat jij wil. Ik moet verder niet om crimineel te worden. Nee, maar, nee, maar ik snap wat je bedoelt. Hard volgen. Ja, je moet het wel met je vrienden. Zorg dat je alles wat je wil worden, moet je gewoon hard die jij leuk vindt, weet je toch? En het kost heel veel tijd, dat moeten mensen ook beseffen. Het is niet dat je morgen opstaat en je hebt één granny verkocht, je bent topcrimineel, Mattie. Nee. Wees realistisch met jezelf. Kijk wat is. Kijk waar je wil komen. Ja, toch? En werken naartoe, man. Heb je nog een doel? Een doel? Ik heb genoeg doelen, man, bro. Noem eens er één. Voor volgend jaar. Dus als ik volgend jaar spreek, zeg jij toet. Kijk, voor nu heb ik mijn rijbewijs niet, weet je. Dus voor volgend jaar. Volgend jaar. Moet ik hem volgend jaar hebben. Inshallah. Staat. Ja, ik hoop het wat is jouw doel? Mijne. Ik wil iets dom zeggen. Ik wil dat kampioen met Bali. Maar... Nee, nee. Nee, man. Mijn doel volgend jaar. Ik denk dat ik ga werken aan een tweede kleintje, man. Hey. Nog een papa's praat. Nog een keer peetvader. Ik heb het niet helemaal gezegd, mijn zoon 5 is toch? Lekker, man. Nog een keertje peetvader. Dus baby moms? Nee. Gaat waarom? Anders achteruit. Ja. Gezellig aan achteruit. Ik heb er hard voor gewerkt. Shibi, doe. Doe. Die ik heb. Zo. Mulan, gaat goed? Oké. Je hoort het, als je geen doel hebt, gaat het niet goed. Geld maakt gelukkig. Wat is jouw doel? Mijn doel is... Ik denk zo snel mogelijk... hoe noem je die gastlessen van mij? Mm-hmm. Beetje laten opblazen, man. Zodat sterk, ik meerdere man. Scholen kan bereiken, meerdere jongeren kan bereiken. En uiteindelijk gewoon ook uit handen kan geven. Dat ik ook gewoon iemand anders mee kan nemen. Ik hoop het voor je, man, bro. Ik hoop het. Als ik wat voor je kan betekenen, laat me weten, man. Zeker, man. Boys, ik ga jullie bedanken, man. Ja, thanks. Jij ook bedankt, man. Wat wil je zeggen? Check Cable, man.
Wat denk je? Ja. Hij is ook rapper, hij is niet alleen vader. Ja. Kijk, kom ook. Wat dan? Wil je niet even daar iets over vertellen? Over, over mijn muziek weer? Ja, tuurlijk. Zeg even snel, waar kunnen we je vinden? Wat kan je doen? Op YouTube kan je me vinden, Captain. Ja. Tenminste nu, ik heette eerst Kebo. Ja. Ik rapte in een groep Skef Music destijds. En gingen wel lekker, maar ja, een beetje gestopt. Okay. En nu zijn we weer gas aan het geven, niet we. Want iedereen is een beetje voor zich gaan. Ja, toch? Dus, maar waar kunnen we jou vinden? Wat moeten de mensen, wat moeten op, ze googlen? Op YouTube, op Spotify, Captain. Ja. En dan kom je wel tegen. Ah, het is sterk. Ja? Sterk. Gaan we doen. Zeker. Boys, thanks. Love, man. Ja, man. Thanks. Thank you.